als aftrap gaan we vanmiddag naar Jan Boertjes in Dedemstraat. Laten we maar eens even kijken of hij thuis is. Jan is vogelaar en hij kweekt parkieten. En doet dat niet onverdienstelijk, hebben wij ons laten vertellen. Dus we zijn heel benieuwd. Nou, wij lijken hier wel aan het goede adres te zijn. Met die mooie vogels hier bij de voordeur, dat kan niet meer zijn. Jan, mooi. Ben ik begonnen met één koude grasbakjes. Ja, ik was eerder zeg maar een knariekweker. Ja. En ja, knariën zijn met die kleurstof, geen rode knariën. En dan maak ik een beetje ding af. Kleurstof vond ik erg eigenlijk, onnatuurlijk. En parkieten die hebben allemaal natuurlijke kleuren, blauw, geel, wit, grijs. Ik zei, zoals dit? Is dit natuurlijk? Nou, dit is een mutatie in het wild in Australië. Ze zijn allemaal met zo'n lichtgroen van kleur. Okay. En er komt een enkele keer een hele of een witte, maar de roomvogels, die pakken afwijkende kleur, die pakken ze eruit. Okay. En die eten ze op. Dus dan komt dat eigenlijk, dan komt er nooit meer van. Als er een paar bent, dan pakken die roomvogels die en die selecteren ze eruit. En want je bent lid van de Gieteling? Ik ben lid van de Vogels in de Gieteling hier op het dorp. Ja. Zeven dag van de Partiet de Speciaalclub Overijssel. Oké. Okay. De OPC, daar ben ik, die is weer opnieuw opgezet 2 jaar geleden. En dat is weer een vriend van 50 leden op het moment. En die doet het hartstikke goed. Ja, dat is zeker de tentoonstelling had in Almelo. Heel mooi. Ja. In 1975 heb ik een bulle trouwt en toen heb ik gelijk op een hakkenboot en achter gezet als foyer. En zo is het begonnen. Ja, oké. Okay. En van die familie is Jeroen de DNA. Ja. En ik heb vooral mee opgegroeid eigenlijk. En toen ben ik samengekomen met de vrouw, waar ik nog zelf geen vogel. Maar mijn zoontje kwam als Spanjol die hier zo. En dan wel kijken en die keek dan in zo'n broekblasje van, hey, dat is leuk, een jonge vogeltje. Ja. En die zei dan tegen opa van, wanneer mag ik eens een keer een vogeltje? Nou, toen moest ik ook maar informeren met korte aanschaffen. Je hebt toch wel een beetje in de vingeren dan. Ja, precies. Dat is weer een vogeltje. En dat is weer een vogeltje. Hier is nog wel een witte. En ik zie de witte en de blauw. Die witte die zie je bijna niet, omdat het een witte kooi is. Hè? Ik heb dus 40 broedkooien. Er zijn dus al 80 vogels. 80 kweekvogels. Ja. En dan zitten hier, dit is de verkoop, die heb ik al beloofd. En in die andere ren zitten de reservevogels. Dus de vogels die ik over heb, die, er zijn er nu 20, die gaan binnenkort naar Curaçao. Dus een man in Curaçao contact met Jeroen had en die wil de vogels naartoe laten komen. Dat ze dus ook ja, de grotere pakieten ook in Curaçao creëert. Er is ja, misschien gebrek aan te lezen. Dus je bent internationaal? Eigenlijk wel, ja. Maar ja, dat is tegenwoordig met dat Facebook wat Jeroen dan doet, de pakieten Facebook. Ik doe dat zelf niet, maar Jeroen die verzorgt dat dan. En ja, dan kom je over de hele wereld met foto's en... Dan wordt er nog gereageerd. En partieten in Facebook? Wat bedoel je dan? Ja, een pagina met gastpapier van familie Boeijers. Oh. Engelse gastpapier. Jullie hebben een eigen Facebook-pagina. Ja, daar zet ik nu al wat foto's op met commentaar voor van een mooie jonge vogel gespeeld en leuke kleur. Okay. Ja. Want je vertelde aan de telefoon ook, de eitjes komen nu uit. Ja, ik kan me wat jonkies laten zien als dat. Ja, daar zitten de jonkies in. Een pakiet die maakt geen nest. Het is een hoortje in de bodem en daar legt hij zijn eitjes en daar komen de jongens. En ik doe er dan wat houtstroom in. Goed, hier zit er ook nog. Hoe oud zijn die, Jan? Dus ik ben ongeveer 3 weken. Drie, die andere al 4. En wat worden dat uiteindelijk, wat was dat voor kleur? Er zit een grijs in en een groen erin. Hier heb je hele kleintjes. Ik ben daar een paar dagen geleden zelf hier. Hier denk ik nog maar een dag oud. Die ene is net gevoerd, die ligt nog op zijn rug.
de hele kleintjes die worden door de moeder op de rug gelegd en dan gaat hij ze voeren. En de parkiet die legt om de dag een ei, want de parkiet die is krapmelk. Die is krapmelk en dan legt hij om de dag een ei. Dus dan gaat hij zijn eerste jongetje voeren. Dan komt na twee dagen komt er weer een jongetje. En die moet dus elke keer moet de kleinste het eerste voeren. Die krijgt die melk. Ja. En de grotere jongen die krijgt dan alweer ja, iets gebroken, half verkeerd voer. Maar de melk moet eerst voor die kleintjes, die moet een paar dagen eerst de krapmelk hebben. Ja. Dus het, daarom zie je ook verschillende groottes in het nest. Je zit nu eigenlijk in de geboorteweerstand of zo? Of ja, ja, op het moment is het kweekseizoen. Niet iedereen doet dat, maar ik begin meestal in december. Er zijn er ook wel die beginnen in oktober. Maar ik begin meestal in december. En dat komt eigenlijk toen ik naar werkte, dan had ik een paar weken vrij en dan had ik echt de tijd om aandacht te besteden aan de kweekkoppels, welke koppels in de kooi zat. En ja, dat systeem hou ik gewoon aan, dat gaat goed. Nou, vertelde ik in mijn voorwoord al dat jij niet onverdienstelijk partij kreeg, want je hebt wel kampioenen voortgebracht ook, hè? Ja, ik heb jaren geleden in Zutphen de wereldkampioenschap gehad. En daar hebben we met een stam grijs-groen en vier grijs-groenen hadden we een zilveren medaille. En een enkeling grijs-groen had ook een zilveren medaille. En we zijn de laatste jaren in Soest zijn de Nederlandse kampioenschappen. En dan zijn we ook al een paar keer Nederlands kampioen geweest. Ja, dus het, we zitten wel in de top van Nederland, zeg maar, met, met de vogels, de kwaliteit van de vogels. Ja. Maar wat vind jij zelf de mooiste vogel die je hebt? Nou, ik vind die hele die dat vind ik dat is een prachtige vogel. En, die zit mooi recht op zijn stok. En die mooie de bevedering op zijn kop, die komt iets langs zijn ogen heen, bij zijn neusje langs. Ja, dat is prachtig. Hier hebben we een violet spengel. En dat is, ja, dat vind ik ook een hele diepe, die violette kleur, dat is ook prachtig. Je hebt ook een hele mooie kop, ook een mooie, zit mooi recht op die vogel, een hele mooie houding. En hij fronst zijn kopje mooi over de ogen heen. En dat is, ja, dat is, zo moet je op het tentoonstelling moeten zitten. Hij moet zich presenteren als dat hij laat zien, hier ben ik. Ja. Heb je de vogels ook een naam gegeven? Nee. En we zetten wel een uniek ringnummer om. Oh. Ja. Elk jaar krijgt ze, wordt er een kleur bepaald voor de ring om de poot heen. En voor komend jaar is dat een donkere blauwe kleur. Afgelopen seizoen of jaar was dat een oranje kleur. En we schrijven ook op in een schrift van waar komt bijvoorbeeld deze vogel uit. Van die kunnen we dan weer vinden vanaf welk ouders komen. Dus dan is dat bijvoorbeeld ringnummer 5 van het jaar 2017. En dan zetten we daar ook de ouders bij. En dan weet je van wat voor kleur komt die. En we kunnen ook bepaalde kleuren vererven. Dus dat is een bonte kleurpracht. Kijk, als je die tegen een normale zet, normaal is bijvoorbeeld zo'n blauwe, en dat kan daar, komt daar geen bonte uit, maar wel die weer bont daarna kunnen verergeren. Dus dan weet je dat in de boeken, zeg maar, wat je hebt genoteerd, van hé, als ik die op die zet, dan kan ik bijvoorbeeld die kleur geven. Dus het is handig om dat wel bij te houden. Elke kweker die heeft een kweeknummer. Die blijft een hele leven blijft op kweeknummer bij hem. En er zit dus een jaartal, een volgnummer en een kweeknummer. En ja, dat krijgt die vogel, die krijgt dat ringetje om als die ongeveer 5, 6 dagen oud is. En dan groeit dat pootje, dat groeit dus, dan is het een vaste voedering. Die kan er niet meer vanaf. En dan is die vogel dus gekenmerkt. En als iemand dus ziet, ik heb het kweeknummer CQ41. En als iemand ziet, CQ41, dan kan hij dat terugvinden. Die is door Jan Boertjes gekweekt. Dus dan is het een eigen kweekvogel. Kijk, koop ik een vogel,
dan heeft hij dus niet een ring met mijn kweeknummer om. Dan is het een verkaste vogel. Dus mensen die hier vogels komen halen, en dan vragen ze altijd, is het een eigen kweekvogel? Dus ja, kijk maar, hij heeft mijn kweeknummer om, CQ41. Van je om dit te kunnen. Wat ja. Vind je dan allemaal staan? Ik denk dat de liefde is voor vogels. Het is niet alleen de partiet. Ik heb eigenlijk liefde voor alle vogels. Eigenlijk alle dieren. Maar ik vind het een prestatie om dan een vogel te kweken die, ook, ja, die je heel mooi vindt. En daar ja, ook de kleuren dat je op een gegeven moment zegt. Dat is een uitdaging. Elk jaar weer een uitdaging. Hoe kan ik ze zo goed verzorgen dat ik weer flink wat jonkies krijg en dat ze er heel goed uitzien? Ja. Dus verzorging, voeding, alles. Ja, het is gewoon heel belangrijk. Ik kan niet zeggen, ik ga een, 2 of 3 maanden doet er helemaal niks aan en ik laat ze maar wat, ik gooi er wat voer in en wat water. Dat gaat niet. Je moet er altijd goed verzorgen om resultaat te halen. Dat is heel belangrijk. En in de zomer dan, kan ik de ramen open doen. En dan kunnen ze in de ren, buiten. Dus dan, ja, dat vinden ze prachtig. Buiten in de ren en dan doe ik er wat takken in. Net zo veel buiten? Buiten klinkt dat veel minder. Ja, dat is, dit is dicht en door het te dicht is dan weer kaars het geluid aan. Ja, ik heb daar grind onderin en er zit, onder dat grind zit er een grind. Nest zal ik het maar noemen, waar het water in kan. Dat is een bodem in een staring in de betonvloer. Dus als er het inregent in de ren, dan de boom is die gedeeltelijk open, dan zakt het zo weer de grond in. Dus het wordt niet echt een nat dat het water blijft staan in de voorjaar. Wat wil je dit seizoen? Waar ga je voor? Komt er nog een kampioenschap aan? Nou, ja, wij hebben dus eigenlijk in september hè, de Nederlandse kampioenschappen in Soest. Als de vogels goed in conditie zijn, gaan ze daarheen. Zijn ze niet in conditie, houden ze thuis. Want ik vind een vogel die niet in conditie is, moet je niet op het tentoonstelling doen. En dan komen de Overijsselse kampioenschappen en dan de plaatselijk de Hiebeling nog. Nou, en die, ja, we proberen toch altijd wel op een tentoonstelling wat vogels in te brengen. Dat ja. Proberen we ook te doen, ja. En je gaat nu nog jaren mee door? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het ligt aan wat er gebeurt. Ik had vorig jaar, ja, dat was december 2015, brak ik mijn onderbeen hier achter thuis. Dat ik zwikte en viel. Ja. En ik viel op mijn eigen onderbeen, dus die brak af. Toen was ik wel erg afhankelijk van mensen om de boel te verzorgen. Maar ijs en weer de wielen. Ja, dan probeer ik. Kijk, misschien dat er op een gegeven moment, als ik minder gezond was, zou ik maar zeggen, dat de ouderdom toeslaat. Daar gaan we dan niet voor. Nee, maar dan misschien wat minder. Of, maar ja, ik vind volgens heel mooi. Heel mooi. Ja. Dus, ja. Nou, fantastisch. Ja. Dankjewel. Er wil volgens in de natuur in Australië, in grote zwermen, vliegen ze daarom. Maar de Nederlanders, ze zijn hier in Nederland gekomen met de schippers eigenlijk. De mensen die dus met de boten in Australië kwamen. En die hebben partietjes meegenomen. En op een gegeven moment komen ze allemaal op die schippers. En die hebben ze thuis gelaten. En zo is de partietje ergens binnengekomen, heb ik eens gelezen. Maar de Nederlanders die hebben de vogelschip, of de Engelsen, die hebben de vogelschip groter gekregen. En de Nederlander zijn de kleur gaan kweken. Dus de Nederlander heeft de kleur er weer in gebracht en de Engelsen die hebben het formaat opgevijzeld. Daarom is het ook standaard Engelse graspartiet. Nee, maar dit is een vrouwtje, dat is echt een fantastische vogel. Het is net dons wat hij heeft, het is heel mooi. En hij gaat nu binnenkort eitjes leggen, dus ik hoop dat er... Dat die mooie jongen die 16 tot 18 dagen broeders op en dan komen de eitjes uit. Ze beginnen te broeden bij het tweede eitje wat ze leggen. Ja. En hoe is dat een graspartiet? Ja, dit is een albino, een rood oog, een witte rood oog. Die deze jongen die komt erbij nu. En ze zitten eigenlijk altijd heel dicht bij elkaar, dan houden ze elkaar warm. Ze kunnen ook goed tegen de kou.
En dat is dat noemen ze een antraciet. Dat is een bijzondere donkere kleur. Maar die is dus kleiner van formaat. En dan proberen we die in te kruisen met de grote vogels. Om het formaat te krijgen als de standaard Engelse grasperkiet. Maar daar gaan we jaren overheen, dat is ook weer een uitdaging voor ons. En deze, die komen uit die mutatie al. En je kan aan die jonkies zien dat die ook al wat donkerder van kleur zijn. Vooral op de stuit, dat antraciet. Maar deze is dan enkelfactorig antraciet en hij is dubbelfactorig. Dus er moet enkelfactorig op enkelfactorig, dan komen er weer dubbelfactorig uit bij die diepe donkere kleur. Dit is een hele bijzondere pakiet. Dat is een chameur. Die kan met elk vrouwtje. Kijk, want je doet eigenlijk een mannetje en een vrouwtje bij elkaar en ze moeten elkaar accepteren. Maar daar hebben ze wel eens die meiden een ruzie, die accepteren elkaar niet. Maar die man, als hij bij een vrouwtje komt, maakt geluidjes en die danst op de stok. En elk vrouwtje, die vindt hem aardig. Die is ongekend. Hoeveel uur per dag breng je hier door in deze? Ja, dat is eigenlijk afhankelijk van het seizoen. In het kweekseizoen dan is het de hapjes schoonmaken. En dan ben je er heel druk mee. Dan ben je er wel een paar uur per dag in het hok. En zo gauw als de kweekperiode afgelopen is dat ze weer in de renning gaan. Nou, dan is het met een uurtje is het per dag wel bekeken. Ja. En mevrouw Boertjes vindt dat wel prima? Mijn vrouw die vindt het heel mooi in de tuin werken, vindt ze prachtig, dus ja, die is daar dan druk mee. Ja. En we verpesten elkaar niet van jij moet dit doen of jij moet dat doen. Nee, dat niet. En zij komt eigenlijk niet in het hok, nee, dat doet ze niet. Ja, want Agnes, Jan zegt ik ben gemiddeld genomen een uur bezig met de vogels in de schuur. Klopt dat? In de schuur? Misschien in de schuur, maar bij de vogels is je wel langer bezig dan een uur, hè? Ja, toch wel? Ja, ja. Als je de uren bij elkaar optelt, en dan kom je wel een 25 uur in de week met duiven schoonmaken, nou, verzorgen. Met de duiven erbij wel, maar ik heb alleen dus over de pakieten gesproken. Ja, oké. En terwijl Jan zo druk is met de vogels, begrijp ik dat u nogal druk bent met schilderen. Is dat een hobby? Ja, dat is wel een hobby, maar ik vind tuinieren ook mooi. Maar schilderen doet u heel verdienstelijk als ik dat zo om mij heen bekijk. Ik zit soms als morgens op het schildersclubje. En dan zitten we met een groepje van een man of 12 en dan is het keer 8. En als je een keer wat later komt, is het niet erg. Nee, dat mag allemaal niks zien. Nee, precies. Maar dan krijgen wij ook kneepjes van het vak natuurlijk. Ja. Van de roerkeuken. Maar bent u nou eigenlijk aan het schilderen geslagen omdat Jan er nooit was en altijd in dat vogelhok zat? Nee, want vroeger zat ik bij een overkant van het huis wel eens in het weiland. Huis in het weiland. En dan was ik het alles aan het natekenen. Mooi. En toen we pas getrouwd waren, hadden de Donald Duck zat in de leesmap. En toen had ik van zo'n klein plaatje, de smurf, had ik zo groot getekend. Hij zei, je moet op schilderles gaan. Nee. Maar kan later wel, later wel. En u bent van alle markten thuis, want ik zie daar landschappen, dieren, vogels. Ja, ik hou meer van zoiets, iets wat oud is, nostalgie kan ik zeggen. Een vaas met bloemen geeft het dan weer niet zo. Nee, geen... Dus zo, we maken hele mooie dingen. Ja. Maar in het begin heb ik wel een vaas gedaan, hè. Ja. Je dat nog? Ja. Maar ik vind dit veel leuker. Ja, goed. In ieder geval allebei eigenlijk een prachtig hand. Maar soms zeg ik de schilders eerst wel een week op tafel stond, dat ik er helemaal niet aan toe kon. We hebben natuurlijk kleinkinderen, dan komt er wel eens aanwippen. Ja. Ik ben natuurlijk van de kerk binnen, dus wat dingen rondbrengen of wat. Er is altijd wel iets te doen. Maar ja, met schilderwerk heeft dan als voordeel dat je het aan de kant kan zetten. Ja. He, dat kan Jan met zijn vogels niet natuurlijk, nee, want die vragen wel die verzorging en de aandacht. Ja. Dus
dat is dan eigenlijk van een hele andere orde. Ja, dat is heel anders, dat kun je vergelijken, want die hebben honger, hun hebben geen honger. Het is wel mooier wezen dan als er veel meer schilderijen af natuurlijk. Ik heb één keer schilderijen opdracht gedaan voor mijn schoonzus. Dat was het oude huis waar haar ouders, waar haar moeder geboren werd. En dat was in Driel. Dan kijk je van de dijk, kijk je zo op het huis. En toen zei ze, wil je dat een keer maken? Nou, ik zei, dat wil ik wel doen. Maar dat was van een foto af ook. Nou, ik heb wel eens hier voor het raam gezeten met die foto. Even kijken, wat steekt er dan toch weer, hè? Er stond aan de rand van die foto een fiets. Dan kon je het stuur zien met een mandje. En ik weer opbellen. Ik zei, moet dat erop bij op? Als ik kan, alles erbij op. Ik zei, maar die betonnen paaltjes, die zijn omgevallen. Ja, iemand met de auto tegenaan gereden, zegt ze. Maar die wil ik graag zo laten. Ik zei, mag ze niet rechtop zeggen? Nee. En we waren daar ooit bij Kiki hier en toen zei Jan, goh, maar die huizen, aan de achterkant, zou ik er niet op schilderen, alleen het huis van hun. Ik zei, nee, alles stond erop. Ja. Toen hebben we dat een keer ingebracht en toen kwamen wij daar binnen. Goh, jullie hier? Ik zei, ja, Kiki, voor een ziekenbezoek, want ze hadden een ziekenhuis geregeld. Ik zei, Hanni, dan heb ik de foto bij me. Ik zei, dan heb ik het schilderij vergeten. Ah, joh, zegt ze, ja. Dus we kregen een putje koffie en ik even naar het toilet. Dan zet ik die stoel zo in de keuken, het schilderij erop. Als ze naar de keuken lopen, voor koffie in te doen, dan kijk ze dat. Dus dat ging zo. En dan, even een putje koffie halen, en dan zie je het schilderij. Dus ze loopt erheen en zegt tegen mijn broer, Jan, kom eens kijken. Het schilderij is er wel. Oh, zei ze tegen mijn zus die er was, kijk eens, dat is die schuur van opa. Die rozen die opa gepoten, daar woont de meelboer en daar woont die. En dan is het goed. Mooi.